Wij besluiten het Binnenlands Nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname, die geldig is voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. In de vooravond op enkele plaatsen mogelijk periode met lichte tot soms een matige bui, gepaard met onweer en windstoten. Daarna blijft het overwegend droog. Aan het eind van de nacht ontwikkelt zich op sommige plaatsen mogelijk nevel, voornamelijk in bosrijke gebieden. Morgen blijft het voornamelijk droog en heet. Meteorologische dienst waarschuwt dat morgen 24 oktober de gevoelstemperatuur hoger ligt dan de verwachte maximale temperatuur van 38 graden Celsius.